Hallo Kerstman hier op tijd. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met City Skylines. De vorige aflevering hebben we dus de Statue of Liberty hier gemaakt. En volgens mij gaat het nog wel redelijk met dit standbeeld. Even kijken. Twee toeristen, ja, dat hebben we echt gewoon aan het eind van de aflevering gemaakt. Ik ben er best wel blij mee dat we gewoon op dit eiland hebben gemaakt. Eerst had ik een beetje het plan zitten om het misschien weg te halen. Zodat het een beetje een grote meer werd, maar dit kan natuurlijk ook. Eens even kijken. Paul de Muntjes 2 weeks. Ja, er is nog wel een beetje een behoefte aan garbage. Even kijken, waar staat ook weer bij ons de industrie hier dus. Dus dan maken we hier gewoon nog even twee van deze dingen en nog een aantal van de... Hoppakee, deze. Oké, de dam die werkt dus ook nog prima. Dat is helemaal fijn. Iemand klaagt over dat er geen water is. Ergens, volgens mij. Hier zeker. Maar ik denk dat ik dus vandaag eventjes mijn industrie, die moet ook nog even wat meer uitgebreid worden. Dus dat ga ik dan zo ook eventjes doen. En ik heb nog het idee om misschien nog ergens een keer een vliegveld te gaan bouwen. Misschien dat we dat hier wel later kunnen doen. En dat we dan connecten op de treinstation. Ja, dat is misschien wel een leuk idee. Want hier loopt ook wel een autobaan. Dat kan ik natuurlijk ook doen. Dat ik gewoon hier een autobaan maak. Gewoon zo'n connectie ernaar. Zodat ze met auto en de trein kunnen komen dan. Dat is misschien wel een leuk idee. En ze hebben ook altijd nog de mogelijkheid om de weg via het damgebiedje te gebruiken. Maar dan ga ik eventjes in pauze. En dan ga ik even dit allemaal even een beetje weghalen. Zodat we dit even gewoon makkelijk kunnen doen. Dan hebben we deze nodig. Dat is misschien wel het beste natuurlijk. Zo. Connecten we dat mooi weer eventjes. Kijk, deze haal ik even weg. Maak ik wel een... Nee, niet echt een bochtige weg. Zoiets. Zo, hoppakee. Dat is ook echt wel een connectie van... waar gaat alles heen? Maar dat is ook wel handig, natuurlijk. Dus dan kunnen we weer even unpausen. Oh, wacht. We hebben nog niet eens de ruimte om... vliegveld te maken. Maar dat maakt ook nog niet zo heel erg uit. Want dan hebben we dit in ieder geval er hier alvast liggen. Deze kunnen we dus ook gewoon mooi connecten naar de dam. Het enige jammer is dat dit weggetje niet zo breed is. Dan maak ik aan deze kant maak ik dus ook nog een treinstation. En dan moet ik eigenlijk ook nog een cargo train terminal hebben. Want ja, misschien dat er dan nog met een cargo van het vliegtuig kan worden vervoerd. Ik weet niet zeker, maar het is altijd een mogelijkheid. Zo zit ik iets verderop. En hoe gaan we het makkelijk aan dit connecten?
Misschien gewoon zo. Zo ja. Oké, ze hebben dan nog geen stroom en water, maar dat komt er dan wel even aan. Zo. Dan gaat hier ook natuurlijk nog even een connectie naartoe. En wat nog nodig is, is het water. Dan is dat ook mooi geconnect. Oké, dan moest ik dus daar een lijn maken en dan moet ik hier een lijn maken. En daar. Dan gaat hij weer terug. Complete line. Ja, hoppakee. Zij hebben daar ook gewoon een connectie naartoe. En die trein kan dus ook gebruikt worden om naar de Statue of Liberty toe te gaan. Dus eigenlijk loopt er gewoon een hele lijn. Die loopt dus vanaf de toekomstige vliegveld die er dan gaat komen, helemaal naar de Statue of Liberty. Ik zeg dat dat niet beter kan, op die moment. Maar dat terzijde, nu ga ik even bezig met de industrie, want dat is heel hard nodig. Okay. Geen bochten weg. Oh ja, ik weet niet toevallig of jullie het op de achtergrond kunnen horen, maar het is nogal hard aan het onweren. Dus ja, als jullie daar wat van horen, dan weten jullie in ieder geval ervan dat het al best wel hard gaat op dit moment. Goed. Maar ja, nu dat mensen het misschien ook nodig vinden, kunnen ze gewoon helemaal deze autobaan gebruiken om ergens anders naartoe te gaan. Eigenlijk loopt het in een soort van rondje om onze stad heen. Dat is wel grappig. Eerst even de waterleiding ook even aanleggen. Ook natuurlijk wel handig. Maak ik gewoon dit gebied. Dus hier ook alvast eventjes met de waterlijn, mocht ik daar ooit nog huis gaan bouwen of iets dergelijks. Er komen nog wel veel treinen langs, zo te zien. Maar dat is ook aan de ene kant wel goed. Maar dit kunnen we heel makkelijk oplossen, dat ze daar niet voor hoeven te wachten. We gaan er gewoon een brug over maken. Hoppakee, bruggetje. De stroomleiding die hoeft dus hier echt niet meer te liggen. Het is gewoon helemaal overbodig geworden. Daar kan dus ook een mooi huisje gebouwd worden. Dan
Ja, er komen nog wel redelijk wat mensen hier deze kant op. Dus ik ga, denk ik, kan ik dat best even naartoe verplaatsen. Hier even gewoon naartoe. Dat geldt ook met deze politiestation. Want ik ga deze weg namelijk eventjes uitbreiden. Zodat hij precies hetzelfde als deze wordt. Ja, ik denk dat het op deze weg dat wel best wel handig kan gaan zijn. Zal misschien nog wel even wat kleine paar probleempjes veroorzaken. Er zitten nu ook gewoon allemaal plekjes tussen dat dat niet gemarkeerd is als een zone. Deze die gaat ongeveer weer terug op dezelfde plek. Dat geldt ook gelijk hiervoor. Zet gewoon mooi hier neer in deze hoek. Okay, maar het enige plekje waar ze dan gewoon met maar één weggetje moeten rijden is echt precies op het dam. Dat is de enige plaats. Oké, misschien kan ik hier beter ook nog een aantal winkelwijkjes van maken. Daar begint de benodigdheid namelijk ook al heel hard voor te stijgen. Oeh, dat lijkt me wel een geniaal idee. Gewoon precies langs het treinstation. Precies langs de treinspoor heen. Dan kan dan hier alweer precies hetzelfde weer gebeuren. Zo, dan komt daar ook nog een beetje kantoren te staan. Kunnen we deze ruimte dan mooi weer gebruiken voor de industrie eigenlijk. Dat is ook wel verstandig. Dus we beginnen een beetje minder water te krijgen. Misschien moet ik een aantal waterbronnen. Oh, ze hebben niet genoeg stroom. Aha. Problem found. Problem. Kan ik het solved? Wanneer kan ik dit? Oké, duurt niet heel lang meer. Zo, oké. Nee, kan ik dat daar neerzetten? Hier komen nog gewoon een aantal winkels. Oké, nee, hier verderop kan ik nog wel beter even wat kantoortjes neerzetten. Zo, hoppakee. En dan komt hier nog wel een woonwijkje staan. Wil ik
ik dan hiervoor ga doen, dat wordt waarschijnlijk dan nog industrie. Dus die wegen die ga ik ook alvast even neerzetten. Deze bom ik even weghalen. Zo. Dat vind ik wel heel efficiënt. Dat vind ik wel fijn. Oké, hoe zit het hiermee? Passenger service last week. 30. Ah, redelijk. Daar 350. Even kijken. Zie de taxes. Laat ik gewoon met 1% even wat dalen. Hoppakee. Zo. Vinden mensen natuurlijk ook alleen maar fijn. Zo, nu kunnen deze huisjes, deze kleine vierkante huizen, mooi gaan uitbreiden. Hey, nu kun je... Power plant, zo. Een grote café. Of is die wel een leuke idee? Gewoon een floating café hier neerzetten. Ik kan misschien wel hier achter doen. The Forest Service has stated that there is a risk of an imminent forest fire in the area. Residents are advised to avoid forested areas. A forest fire. Okay, ik weet niet of dat te horen was, maar dat was wel heel dichtbij. Nou, hebben we nu ook dit alvast.
Ik ga ondertussen weer de aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.